Fantasie, fantastiek. We zetten die kat in mijn fantasie. Hallo allemaal en weer eens weer kijken naar een video van mij. Ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog van Boohoo. Ik vind het echt super leuk om elke keer shoplogs te maken voor Boohoo. Maar dan iets anders, want normaal gesproken mag ik altijd een kortingscode met jullie delen. Maar er is nu zoveel korting op hun website. Echt gewoon extra veel korting. Dat ik helaas geen kortingscode met jullie mag delen. Maar in mijn bio volgt dus een link. En als je daarop klikt, zie je in principe alle items die ik heb gekozen. Ik heb echt zoveel uitgekozen. Heel veel jasjes, heel veel blazers. Maar ik vind het ook echt gewoon het seizoen voor jasjes. En dan wil ik eigenlijk jasjes in alle soorten, maten, kleuren, alles wil ik gewoon hebben. En dat ga ik vandaag met jullie showen. Dus ja, laten we gewoon even starten. Ik heb echt nog nooit zoveel spullen gehad van Boohoo als dit keer. Dus ik denk niet dat ik alles ga passen voor jullie. Maar ik probeer gewoon de meeste dingen die gewoon simpel zijn om aan te doen even voor jullie te passen. Maar ik ga gewoon gelijk starten met het vestje dat ik aan heb. Dit is het vestje. Het is echt zo'n lekkere, cozy vestje voor nu. Je kunt hem al een beetje zo omhoog doen. Of juist zoals ik het heb, een beetje zo omlaag. Dat vind ik gewoon wat mooier uitzien dan een beetje met je nonchalant zo over je schouders heen. Ik vind het echt een heel mooie kleur. Het is echt denk ik mijn favoriete kleur van dit seizoen. En dus vandaar dat ik hem eigenlijk heb uitgekozen. Ik heb echt expres voor jullie een zwarte topje aangedaan met een zwarte broek. Zodat ik alles gewoon gelijk eroverheen kan dragen en jullie alles kunnen zien. Maar dit is het tweede artikel. Dit is een beige vestje. Een veel lichtere stof natuurlijk dan de andere. Maar ik vind dit ook echt heel erg mooi. En kan je eigenlijk stylen met een jurkje of juist gewoon met een spijkerbroek eronder en sneakers. Maar omdat ik zo klein ben, moet ik hier wel echt zeg maar hakken onder. Want het komt echt gewoon letterlijk tot mijn enkel. Maar het is best wel een lang vestje. Dus ik moet hier wel echt hakken onder doen. Maar dit is echt een van mijn favoriete vesten van dit moment eigenlijk. Dan de jas waar ik de meeste vragen over heb gehad. En dat is deze. Weer in mijn favoriete kleur. Dit jasje kun je eigenlijk opzoeken op Boohoo via de link in mijn bio. Dan moet je gewoon zoeken op Luxe Faux Fur Jacket. En dan krijg je hem gelijk. Dit is van de Petite collectie, dus voor de kleinere vrouwen. Zij vonden mij echt gewoon perfect. Met dezelfde versie eigenlijk voor normale, lange vrouwen. Dus hij is voor iedereen beschikbaar. Het is echt mijn lievelingsjas op dit moment. Ik vind de kleur echt gewoon perfect. En hij gaat echt heel erg mooi met mijn nieuwe tas. Mijn nieuwe zwarte tas. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan hebben we een wat stoere jas. Ik vind het mooi als het jasje zich een beetje zo draagt. Ook weer in mijn favoriete kleur. Ik vind het echt een heel mooie kleur. Ik heb hier ook heel veel vragen naar gehad. Ik heb dit jasje trouwens in maat 38, dus maat 10. Ik heb in principe alles in maat 10. En als er een uitzondering is, dan zal ik wel even melden in deze shoplog. Dan even heel wat anders tussendoor. Nu is het allemaal jasjes. Ik heb dus ook deze laarzen gescoord bij Boohoo. Ik vind ze echt zo mooi. Ik was echt precies naar deze op zoek. En toen zag ik ze opeens. En toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Onvanilla's dus. In de kleur, ja, bruin. Donkerbruin eigenlijk. En dan met een soort van slangenhuid. Ik vind het echt super mooi. En ze zijn hartstikke betaalbaar. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik heb echt zoveel gekregen. En ik heb al een setje in mijn hoofd hoe ik het precies ga combineren. En ik vind het echt heel erg tof. Dan hebben we dit blouseje met zo'n leren effect. Je kan hem zo losdragen zoals ik. Of gewoon dichtknopen kan ook. Ik vind het echt heel erg tof. Ik heb zoiets bij de Zara gezien. Maar bij de Boohoo zijn ze echt gewoon heel erg betaalbaar. Dus ik raad je echt aan om het gewoon bij Boohoo te halen. Vooral nu er veel korting is. Maar er zijn echt een paar versies van deze blouse. Dus je hebt niet alleen maar dit model, je hebt ook met wat wijdere modelletjes en je hebt ook gewoon een wat strakker model. Dus dan kan je zelf kiezen welke je het leukst vindt. Maar ik vond het echt een heel leuk blouseje. Dan mijn lievelingsshirt op het moment. Deze is echt zo fijn en weer mijn lievelingskleur. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik zocht het zelf al een tijdje. Toen zag ik het dus bij Boohoo en dacht ik, die moest ik hebben. En ik heb een soort gelijke shirtje hiervan, maar dan in het zwart-grijs zeg maar. Het is wel een ander model, hij is iets meer oversized dan deze. En dit is ook echt een heel fijn shirtje. Next is dit leren jas. Ik heb deze jas dus besteld in maat 36. En ik heb normaal gesproken een maat 38. Omdat ik al zag dat die echt oversized viel. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik maat 36 heb besteld. Want anders was het echt te groot. Maar ik vind het echt een item die je dit seizoen echt moet hebben. Een leren zwarte jas gewoon. Al is het oversized of strak of wat dan ook. Dit moet je gewoon echt hebben. De volgende is een oversized blazer in de kleur roze. Ook deze heb ik een maatje kleiner genomen. Omdat ik al zag dat bij het model een beetje losjes zat. Bij bestellen van de maat let ik altijd een beetje op hoe de model eruit ziet. En welke maat ze aan heeft. En als ik zie dat het een beetje zo baggy valt. En ik wil zeg maar een andere soort
model. Ik wil juist het wat strakker zetten of zo. Neem ik altijd een maatje kleiner. Dus dat heb ik hier ook gedaan. En ik ben er heel erg blij mee. Maar hier moeten we echt, echt, echt hakken onder, zoals je ziet. Ik vind het wel heel erg fijn. Want ik heb meestal bij blazers met de onderste knoopjes dan niet dicht kunnen. Dat dit wel kan hier. Dat het gewoon hier een beetje losjes zit. Dat vind ik echt heel erg fijn. Dan een grijze blazer. En ik had echt niet verwacht dat hij zo mooi zou zijn. Ik vind hem echt nog veel mooier. Het is echt een heel mooie nette blazer. Ik hou hier echt van. Ik heb gewoon in een maat 10 genomen. En kijk, het valt echt heel erg anders. Maar ik zag dus bij het model dat het echt een beetje strak zat. Dus vandaar gewoon minimale maat. Dan een wat stoerder model. Ik vind het echt heel erg leuk hoe die valt. Gewoon, het hoeft allemaal niet zo netjes en zo te zijn. De kraag nog een beetje open. Ik vind het echt een heel erg leuk model. Even wel anders dan normaal. En dan ja, heb je toch een gevoel alsof je echt een nieuwe outfit hebt. Soms koop je zeg maar 4 blazers die op elkaar lijken. En dan koop je iets apart en denk van, oh, ik voel me vandaag wel echt anders, zeg maar. Dat heb ik echt met dit soort jasjes, omdat ik toch niet zo vaak bestel, merk ik. En als laatst een mega vest. Hij is echt mega lang en heeft van die enorme mouwen. En eigenlijk is dat de reden waarom ik het heb genomen. Als ik het zo zie bij mij, vind ik het eigenlijk best wel grappig. Het is wel echt heel erg cozy, super lekker warm voor de weer. En ja, dat kan je echt gewoon rocken. Eerlijk, gewoon over die booster onder, kort jurkje en dan zo'n mega vest eroverheen. I like it. Nou jongens, het was het alweer. Ik hoop dat jullie mijn shoplog leuk vinden. Ik vind het altijd heel erg leuk om deze shoplogs op te nemen voor jullie. Niet vergeten om de link in mijn bio te checken en daarop te klikken. Zodat jullie alles kunnen scoren wat ik jullie net heb laten zien. Ik hoop dat jullie heel veel kunnen scoren tijdens deze sale dagen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende shoplog. Doei!